Groen licht voor de fietsroute langs de Legelaan. Dit fietspad zal tussen Grauw, Warten en Wergeer komen. Gemeenteraadslid van het CDA, Aaltje Meinderts, vertelt ons over het belang van dit nieuwe fietspad. Als je het ziet, de weg die is vrij lang. Het is, je kunt elkaar passeren, maar het houdt niet over. Nou, daar fietsen dan dus ook kinderen of, gewoon fietsverkeer zit ernaast. En dat is gewoon heel erg gevaarlijk. En mensen uit de dorpen hebben toch wel vaak dat ze de overweging hebben van, nou, we doen de kinderen in Grauw naar school. Maar dat was bij mij vroeger al zo. Dat mocht niet, want het was te gevaarlijk. En dat wordt nu eindelijk dan opgelost. Het is ook een recreatief hele mooie route. Je hebt er van allemaal natuurgebieden, musea heb je eraan. Je hebt een hele mooie verbinding naar Wergeer, Warten, toeristische plekjes, zeg maar, naar Grauw. En het is voor toerisme is het ook heel erg bijzonder mooi om daar te fietsen. Maar het belangrijkste vind ik dus de bewoners zelf. Dat die gewoon veilig over de weg naar Wergeer, Warten, Grauw kunnen. Het heeft lang geduurd voordat de plannen van dit nieuwe fietspad er doorheen kwamen. Waarom duurde dat nou zo lang? Het fietspad is natuurlijk, het klinkt heel simpel, maar het is gewoon een kwestie ook van financiën. Het is heel duur. Je moet grond aankopen. Nou, daar zit ook niet iedereen om te springen. En die onderhandelingen die zijn soms bijna geslaagd geweest. En dan werd het toch weer, mislukte het toch weer. Dus ik ben wel heel blij dat het nu wel gelukt is. Ja. We hebben daar, ik denk wel, meer dan 40 jaar voor gestreden eigenlijk. Dat is in de dorpsbelangen is dat zo gegaan. En er was al een lobby en er was al alternatieve plannen waren er al om het over een polderdijk of wat dan ook. En de politiek heeft het later opgepakt. Hè. Ik heb het meegenomen in de gemeente Baarnsterhem. Want dat speelde natuurlijk altijd al hier in het dorp. En toen zijn we op een gegeven moment naar Leeuwarden gegaan. Hè. Fusie geweest. En toen heb ik weer gezorgd dat het in het programma kwam, omdat het zo belangrijk is. En nu hebben we door praten en onderhandelen. En nu heeft de provincie gelukkig eindelijk groen licht gegeven. Dus je kunt je voorstellen dat we helemaal blij zijn. Als het aan mevrouw Meinders ligt, blijft het niet bij dit fietspad? Nou, er zijn wel allemaal plannen hoor, ook op het platteland. Maar we hebben net een verkeers- en vervoersplan komt aan de orde. En daar staan ook allemaal wensen in. En ja, het moet allemaal wel bekostigd worden. Dus het is gewoon wel een kwestie van prioriteiten stellen. Want ik kan hier nog wel in de buurt wel twee fietspaden noemen die eigenlijk ook heel erg gewenst zouden zijn. Maar ik bedoel, we zetten ze weer op de agenda. Het is nog niet bekend wanneer er wordt begonnen aan de aanleg van het fietspad.